Adriano glijdt uit en daar ligt je kans, Ronaldo. Strafschop. Ja, de keeper pakt hem. Geel voor de keeper terecht. Naar dat Baiano daar vreselijk moeilijk ongelukkig te zijn. Is de strafschop heel logisch. Jonk geeft de bal. En Baiano, ja, wat doe je nou eigenlijk? Wil hij omhalen op deze speelse manier? Ja dus. En dus moest de keeper uitkomen, Rost. Kijk nu, niet in één keer trappen. Maar eerst het linkerbeen omhoog en dan het rechterbeen. En dan Ronaldo gevloerd. Wat keeper Rost doet is logisch. En hij zal niet eens mopperen over een gele kaart. Want het is natuurlijk puur een doelrijpe kans wegwerpen. Ronaldo zelf met de strafschop. Raak 1-0 voor PSV. Heel snel, heel vroeg. 9e minuut. Knap meegenomen voor de Eindhovense ploeg. Na die blunder van Baiano. De overtreding van Rost. De strafschop voor Ronaldo nadat hij zelf de kans kreeg. 1-0 PSV. Misschien niet zo goed speelt, dan komt het toch ook zeker door de wijze waarop Baiano hem in de loop van de wedstrijd is gaan bespelen. Cardoso, schitterend. Bode, Bode, goed. Faber ziet het met ledenoog aan. Hij kan er niks meer aan verrichten. 1-1, belangrijk. Dit doelpunt van Werder Bremen. Marco Bode zorgt voor 1-1. Van der Weerde zag hem gaan. Cardoso bereidt voor. En dan is Waterhuis kansloos. Volmaakt kansloos. Dan kan ook Faber dat niet meer aansloffen. 1-1. Daar schiet Van der Weerde net tekort. En daar zorgt Bode dus voor de gelijkmaker. Ook in de 9e minuut van de tweede helft. 4. Cardoso. Valks. Jonk, Nielis. Hiles ook. Vink. Nielis. 2-1 voor PSV. Dat is heel fijn meegepikt door PSV. Merkwaardig protest van de Duitsers vanwege Hens. Baiano schijnt dat vooral goed gezien te hebben, maar de Turkse scheidsrechter niet. Nielis. Daar maakte hij toch geen Hens. Dan zou het eerder moeten zijn geweest. Hier zou hij de bal tegen de hand hebben gekregen. Vandaar ook het appel van Ailes. Maar dat is een ongelukkig momentje. Waarbij Nielis toch bepaald niet kunt betichten van boze opzet. Zoals hij die bal naar meenam. Opzet is het wel zoals hij scoort en dat doet hij heel knap. Nielis, 2-1 PSV. Dat is een heel belangrijk doelpunt. Zo 7 minuten voor het einde van de wedstrijd. Toch PSV voor.